Een nieuwe maand en dus ook weer tijd voor een nieuwe video in de serie Interessante aandelen. Deze maand in deze video gaan we kijken naar een aandeel dat heel populair is onder beleggers. Zeker ook vorig jaar was het heel erg populair, want dit jaar is het aandeel al zo'n 80% van zijn koers verloren. En de vraag is dan ook, is het aandeel bij de huidige koers een interessant aandeel om in te investeren? Dat gaan we bekijken in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een Deze maand gaan we dus kijken naar een populair aandeel, een aandeel wat veel besproken wordt dat ik veel voorbij zie komen in berichtjes in DM's naar mij, in onze community, maar zeker ook bij andere influencers die dit aandeel bezitten. En dat aandeel is Shopify. En veel van jullie zullen het bedrijf al kennen, waarschijnlijk sowieso van naam, maar misschien ook wel een beetje wat ze doen als dat nou niet het geval is. Kijken we even naar hun website. En wat Shopify dus eigenlijk is, is een online platform, een e-commerce platform waar je dus zelf als bedrijf zijnde, misschien als particulier zijnde die wat dingen wil verkopen, uh, waarschijnlijk zul je dan wel ZZP'er worden bijvoorbeeld, maar in ieder geval, het, het biedt een platform aan voor jou om een webshop te beginnen. Daar zijn ze groot mee geworden, bekend mee geworden en zeker in tijden van corona, van die crisis, winkels gingen dicht, dan ging iedereen eigenlijk online winkelen, dus als het heel makkelijk met deze software ook, om zeg maar zelf online je webshop te maken. Dat is een groot voordeel. Uh, wat, ja, die platformen zijn er meer. Wat onderscheidt Shopify? Nou, ik denk gewoon grote bekende namen, een makkelijk platform. Uh, maar wat het ook is, en dat zien we hier staan, is de App Store. Um, een beetje als je bekend bent met WordPress, of eigenlijk met heel veel softwareprogramma's tegenwoordig, dan heb je eigenlijk het basisproduct, en je hebt een, een store met extensions, met add-ons, uh, dus dat zorgt ervoor dat je extra functies kunt inbouwen, uh, dingen kunt veranderen. En het is natuurlijk hier heel interessant dat je eigenlijk je webshop kunt inrichten volgens Shopify. Maar vervolgens speciale features, extra functies, andere vormgeving, eigenlijk zelf ook heel makkelijk kunt toepassen. Dus je eigenlijk de webshop kunt maken die precies bij jouw bedrijf, bij jouw merk eigenlijk past. Daarnaast bieden ze steeds meer andere producten en diensten aan. Eigenlijk alles wat er een beetje bij komt kijken. Uh, kijken we hier bijvoorbeeld naar boven, dan hebben ze ook inmiddels een point of sale. Oftewel, eigenlijk een soort van kassa die je in de fysieke winkel kunt plaatsen. Misschien had je eerst een webshop, op je nu een gewone winkel. Heb je beide plekken, maak je gebruik van Shopify. Alleen in de winkel rekenen mensen natuurlijk op een andere manier af. Met een iPad kun je toch in één systeem blijven werken. Kun je één voorraad aanhouden, maakt het heel makkelijk. Misschien had je een winkel. Ben je nu richting online gegaan, houd je het ook binnen één systeem. Uh, ze gaan ook steeds meer kijken naar wat ze kunnen doen met het verzenden, met de marketing. Eigenlijk alles wat erbij komt kijken als je een webshop hebt. Nou, dat is eigenlijk wat het interessant maakt voor de gebruikers, voor de ondernemers waarschijnlijk vaak. Wat is dan interessant voor investeerders, voor beleggers? Als we gaan kijken naar pricing en naar prijzen dus, dan zien we hier dat het abonnementsmodel is drie basisvormen van 29 dollar tot 300 dollar per maand. Als je nou per jaar gaat betalen, gaat dat door de helft. En dat bedrag is dus heel interessant, een abonnementsmodel, omdat je eigenlijk weet dat een klant iedere maand minstens 15 euro oplevert, misschien 15 dollar, misschien wat meer. En als eenmaal iemand klant is, zal hij waarschijnlijk ook lange tijd klant blijven. Dat is ook altijd een voordeel van een abonnementsmodel, maar zeker ook in het geval van Shopify. Want het is natuurlijk wel zo: als je eenmaal een webshop gaat beginnen. Dan ga je eerst onderzoek doen welk platform past waarschijnlijk het beste bij mij. Bij mijn product, bij mijn merk, bij de eisen die ik heb. Als je dan eenmaal die keuze hebt gemaakt, ga je daar heel veel tijd en energie en geld in stoppen om al jouw producten online te krijgen. Om alles te laten kloppen. Dus als dan eenmaal de webshop staat, dan zal het niet zo heel snel gebeuren dat iemand overstapt. Tenzij die echt heel ontevreden is. En is dus eigenlijk. Als iemand eenmaal klant is, zal hij waarschijnlijk dus ook voor langere tijd klant blijven. En dat maakt het dan ook vooral zo interessant voor investeerders en beleggers. Maar laten we dan even gaan kijken naar de koers, naar de koersgrafiek van Shopify. En dan zien we dat hij op dit moment zo'n 31 dollar is. Vandaag zo'n 12% in de plus staat. Dus vandaag is wel een hele goede dag. Maar zoals ik eerder ook al in de intro zei, een jaar geleden. Eigenlijk begin dit jaar, toen stond het hier zo rond de 120 dollar. Dus alsnog 75 tot 80 procent eraf. Sinds de top is het zeker zo'n 75 tot 80 procent eraf. 82 procent zie je wel. Dus eigenlijk een bedrijf, uh, waar is de coronacrisis? Die zit hier. Toen ging het eigenlijk vanuit ja, net geen 60 naar ongeveer de koers die we vandaag zien, de 30. Nou, uiteindelijk dus 175 dollar. En dit was door een stoksplit. Um, ze hebben een stoksplit toegepast. Ik weet niet meer precies hoeveel die was. 10 tot 1 was die zelfs. Dus er is een tijd geweest dat het hier 1700 dollar uh, per stuk was. Maar nu dus een totaal ander beeld. Een bedrijf dat in 2015 naar de beurs is gegaan... het redelijk stabiel heeft gehouden... toen in één keer een flinke sprong heeft gemaakt in 2017... langzaam wat door is gegroeid. En zoals gezegd, het laatste jaar dus flinke fluctuaties heeft gezien... in ieder geval wat betreft de koers... Dat is dus niet per se hoe het bedrijf presteert, maar vooral ook een combinatie met hoe het presteert en wat het sentiment onder beleggers is. Nou, dat sentiment is logisch, wat we straks ook al zeiden, tijdens de coronacrisis. Alles ging, of tenminste, heel veel ging richting online winkelen. En daar heeft Shopify dus optimaal van geprofiteerd. Tot met heel veel aandelen was dat november vorig jaar, toen eigenlijk de top heeft bereikt. En sindsdien dus weer een behoorlijke daling heeft gezien. En laten we het aandeel daarom ook even gaan. Uh, analyseren, bekijken en waarderen uiteindelijk ook via beleggertools. Laten we ten eerste beginnen bij het overzicht. Een beurswaarde op dit moment van ongeveer 40 miljard. Je ziet het hier, de koers tussen de 26 en 176 dollar in het afgelopen jaar. Een heel hoog PE-ratio op dit moment. Uh, wel een hele goede bruto marge van bijna 52 procent. De debt ratio, oftewel de schuldpositie eigenlijk 0,2. Dus dat is ook heel erg goed. Kijken vervolgens naar de checklist om wat meer informatie te kijken... hoe het bedrijf het nu doet en in de laatste vijf jaar. Zoals gezegd, een hoog PE-ratio en een nog hoger uh, price-to-free cashflow-ratio. Uh, Geen dividend dat ze uitkeren. Het is echt een groeibedrijf. Alle winst die ze hebben gemaakt die ze nog gaan maken... keren ze dus niet uit in dividend, maar investeren ze dus in zichzelf... om verder te groeien. Um, wat ze ook doen om geld op te halen... Eigen aandelen uitgeven in de laatste vijf jaar, zo'n 25%. Dus houd er wel rekening mee dat het aandeel ook flink moet groeien in koers, omdat je altijd wel een beetje, ieder jaar wel, een aantal procenten wordt verwaterd, omdat eigenlijk jou als je aandelen hebt, jouw positie afneemt, omdat het bedrijf dus meer aandelen op de markt brengt. Gelukkig is het bedrijf in omzet ook erg gegroeid, zo'n bijna 600% in de laatste vijf jaar. De winstgroei meer dan 100 en de price to free cash flow ook meer dan 100. Waarom meer dan 100 staat het hier? Omdat we vanuit een negatief getal naar een positief getal zijn gegaan. Dus vijf jaar geleden maakten ze nog geen winst. Nu de afgelopen vijf jaar of de afgelopen periode daarmee vergeleken maken ze nu wel winst. Die winst op dit moment is er even niet dit jaar. En dat is ook de reden eigenlijk dat de koers hard onderuit is gegaan. Nu zien we namelijk in de laatste twaalf maanden een negatieve winst van 38%. Wat dan wel positief is. De schuldratio zoals ik zei 0,2%. 19% heel erg goed. Ze kunnen vanuit de Free Cash Flow ook de schuld redelijk snel afbetalen... in iets meer dan drie jaar. Ze kunnen makkelijk de rentekosten betalen. En de ROIC, dus ze maken nu geen weet, dus ook die is negatief. Dus op dit moment in ieder geval geen goede investering... als je hier naar dit soort ratios gaat kijken. Maar laten we dan even gaan kijken naar de grafieken... om juist eigenlijk een beter beeld te krijgen. Uh, wat meer inzichtelijk. Nou, de aandelenkoers, die hebben we straks al bekeken. Laten we kijken naar het PE-ratio vanwege een uitschieter hier... Na 15.000 is dat heel lastig te zien. Het lijkt heel erg vlak te zitten. Maar je ziet het hier 700, 300, min 116, nu min 8 vorige periodes. Er zitten grote verschillen in. Alleen door die grote piek hebben we hier op zich niet zo heel veel aan. We hadden al gezien dat het heel hoog was. Wat wel veel interessanter is, is de omzet en de operating income. We zien wel dat eigenlijk, ja, eigenlijk sinds ze begonnen zijn langzaamaan gestegen is. Tot corona, toen hadden ze eerst een wat minder kwartaal, maar naderhand flinke stappen gemaakt. Kijk je net die periode voor corona: zo'n 500 miljoen aan omzet. En ja, eventjes later 1,4 of zelfs 1,3 miljoen afgelopen periodes. Dus behoorlijke groei, dus gezien. De winst die was eigenlijk van tevoren nog niet. Pas bij corona kwam die er. Toen ging die in het groen hier positief. Maar ook de laatste twee kwartalen is dat negatief. Een van die redenen dus waarom de koers ook zo onderuit is gegaan. Hier zien we een beter beeld van hoe die winst was. Van tevoren altijd net een klein beetje negatief, met 70, 30 miljoen. Toen tijdens corona 200 miljoen. Toen in één keer 1,3 miljard. Nog een keer meer dan 1 miljard. Maar nu ook de laatste periode, dus verliezen 1,5 miljard en 1,2 miljard. Kijken we verder, dan is het heel interessant naar de marges. We hebben straks al gezien dat die zo rond de 50% lag. En dat zie je hier ook. De bruto marge ligt rond de 50%. Die winstmarge, die zagen we net al dat er behoorlijk wat winst was en nu in één keer niet meer. Ze zijn wat investeringen aan het doen, echt weer aan het investeren in de toekomst. Dat heeft natuurlijk effect daarop. En daarom letten we nu dan ook vooral op de bruto marge. Maken ze veel marge? Ja, dat doen ze zeker tussen de 50 en 60 procent op goede momenten. Dus ze hebben eigenlijk genoeg marge als daar vervolgens nog kosten afgaan dat ze uiteindelijk wel winst over kunnen houden. En zeker ook als ze nog groeien zoals ze de afgelopen tijd hebben gegaan. Um, en toch deze marges weten vast te houden... dan is het zeker wel een winstgevend bedrijf in de toekomst. Kijken we verder en dan vooral eigenlijk naar de cashpositie of naar de cashflow... dan zie je eigenlijk weer een beetje hetzelfde beeld trouwens bij de cashflow als bij de winst. Eerst was die wel positief tijdens corona tot de laatste twee kwartalen. Daar ging die negatief. En kijken we naar de cashpositie, die is dan wel weer positief. Je ziet dat ze behoorlijk wat uh, cash hebben, wat geld achter de hand hebben. Ze hebben ook wel wat schulden die langzaamaan oplopen... Op zich, de verhouding is best wel goed, en dan zie je ook dat op dit moment, het laatste kwartaal, ze van 9 miljard cash hadden 700 miljoen euro schuld, dus ongeveer zo'n 8 miljard aan cash achter de hand hebben, dus een positieve kaspositie hebben, dus ze hebben ook behoorlijk wat geld achter de hand om eventueel wat investeringen te doen, of wat mindere periodes dus toch wel makkelijk te kunnen overleven, of in ieder geval ook niet dat ze per se meteen geld hoeven op te halen. Door bijvoorbeeld een schuld aan te gaan. Of misschien wel erger bij de huidige koersen extra aandelen uit te geven. Want je geeft natuurlijk liever aandelen uit vorig jaar, toen de koers zo'n 200 dollar per aandeel was. Dan wanneer je nu voor één aandeel maar 30 dollar krijgt. Dan wil je hetzelfde bedrag ophalen. Dan zou je veel meer moeten verwateren. En dat is niet iets wat aandeelhouders heel, heel blij over zullen worden. Kijk vervolgens even naar wat cijfers. Omdat we net al wat dingen hebben gezien die op zijn gevallen. Kijken we ten eerste naar de resultaatrekening, dan zie je eigenlijk lange tijd vaak een verdubbeling. Van 25 miljoen naar 50 miljoen, naar 100, naar 200, naar 400. Toen nam de verdubbeling een beetje af, ging het naar 6, 700 miljoen, 1 miljard. En we zien eigenlijk uh, 2019 was denk ik nog het enige volledige jaar zonder de crisis, zonder corona. 1,5 miljard, zo'n groei van 50%. Toen was het in één keer weer een verdubbeling toen nog een keer 50% vorig jaar en nu zien we wel dat de omzet nog goed is de laatste 12 maanden dus twee maanden of twee kwartalen van dit jaar en twee kwartalen van vorig jaar, maar we zien wel juist een verschil in de netto winst waar vorig jaar nog 300 miljard of 3 miljard bijna winst werd gemaakt zien we nu wel dat dat flink is afgenomen naar een negatief getal van 2 miljard dus dat komt ja er komt Misschien wel meer omzet binnen. Maar de kosten zijn dus veel harder toegenomen. Waardoor we dus nu juist geen winst meer maken. Ze investeren heel veel in de toekomst. Kosten die je dus nu moet nemen. Waar je eigenlijk pas in de toekomst het voordeel van hebt. En dit is dan een van die belangrijke dingen die je goed moet onderzoeken. Als je het aandeel dus interessant vindt. Ga ik nu niet doen in deze video. Daar heb ik de tijd niet voor in deze video. Maar het is wel dus een tip om dat hier juist op een van die punten. Om hier verder op door te gaan. Zien we eigenlijk ook als we gaan kijken. Na de uh, netto winstmarge, dan was die hele lange tijd zo 5 tot 20, net negatief. Juist het corona jaar daar werd die een klein beetje positief. Vorig jaar nog veel positiever, maar dit jaar ook alweer negatief op de laatste vier kwartalen, de laatste twaalf maanden. Dus juist omdat het nu weer niet winstgevend is, zie je dat direct terug in de koers. Kijken we naar de kaststroom, naar het kaststroomoverzicht, dan zien we wel... Dat um, nou deze, de netto kaststroom uit operationele activiteiten, dat die nog positief is de laatste vier kwartalen. Vorig jaar was heel erg goed, het jaar daarvoor ook. Juist die twee jaren hebben ze heel erg geprofiteerd. We zien al wel dat ze al lange tijd een positieve cashflow hebben op basis van operationele uh, activiteiten. Gaan we verder naar beneden, dan zien we juist de vrije kaststroom. Geld dat ze echt nog over hebben, waar ze in kunnen doen wat ze willen investeren. Dividend uitkeren wat ze niet doen. Dan zien we eigenlijk daar hetzelfde beeld, dat eigenlijk juist twee jaren waren die heel positief waren. En het jaar daarvoor, en dit jaar, de laatste vier kwartalen, dat het wel positief is, maar niet zo'n hoog bedrag. Het gemiddelde van 160. Is dan ook vooral gebaseerd op die twee jaar. Dus houd daar ook vooral rekening mee als je berekeningen gaat maken. Dan is het denk ik ook nog wel belangrijk om even naar het management te gaan kijken. En dan vooral naar de CEO. Want de CEO is ook de oprichter of medeoprichter van dit bedrijf. Heeft ongeveer 6% van de aanleden nog zelf in bezit. Die zijn ongeveer zo'n 2 miljard dollar waard. Dus het is zeker wel zo dat hij ook last heeft van een dalende koers of profijt heeft van een stijgende koers. Dus hij heeft nog wel een beetje skin in de game, laten we zeggen. Gaan we kijken naar zijn laatste aankoop, want we zien ooit verkopen en aankopen, maar verkopen die zeggen vaak minder omdat een verkoop heel veel redenen kan hebben waarom je een verkoop doet, al is het maar om geld op te halen om je belastingen te betalen van aandelen die je krijgt als beloning bijvoorbeeld, terwijl een aankoop juist vaak echt is dat je ook ja, gelooft in het bedrijf en het aandeel en denkt dat op lange termijn het aandeel de koers hoger staat... Dan zien we de laatste aankoop, dat die in mei van dit jaar was. Ongeveer zo'n 10 miljoen aan aandelen gekocht. Niet stuks, maar dus een bedrag van 10 miljoen dollar... tegen 33 dollar ongeveer per stuk. Dat is ongeveer de koers die we op dit moment zien. Uh, wel belangrijk natuurlijk om te kijken... 10 miljoen, dat is een behoorlijk groot bedrag voor jou en mij. Voor hem is dat wat minder. Hij heeft een salaris, maar uiteindelijk zijn beloning komt neer... op zo'n 20 miljoen per jaar. Dus het is ongeveer een half halfjaarsalaris... Dat hij hierin heeft geïnvesteerd. Het is wel een behoorlijke aankoop, maar niet heel groot als je het gaat vergelijken met zijn in inkomen per jaar of het, het, vermogen, het belegde vermogen van 2 miljard wat hij al heeft in het bedrijf. En dan komen we aan bij de waardering van het aandeel van het bedrijf. En dat is natuurlijk wel een heel lastige situatie omdat we nu te maken hebben met een bedrijf dat op dit moment geen winst maakt als we gaan kijken naar de laatste vier kwartalen. Ze hebben wel winst gemaakt, twee jaar, maar dat waren juist heel uitzonderlijke periodes. Um, heel erg geprofiteerd van de coronacrisis... die nu wel weer een beetje voorbij lijkt te zijn. Dus het is heel erg afwachten wanneer er weer winst komt. Zeker met de investeringen die ze nu doen. Dus het kan wel zo zijn dat ze geld verdienen... dat het nu geïnvesteerd wordt... en dat het juist in de toekomst heel winstgevend is. Maar het zijn dus juist ja, aannames die we gaan doen voor de toekomst. Een klein verschil kan al behoorlijke impact hebben. Dus laat ook vooral weten wat jij denkt van de aannames. Welke aannames jij hebt voor dit bedrijf bijvoorbeeld. En doe dat via de reacties onder deze video... Ik ga in ieder geval uit van een omzetgroei van tussen de 15 en 25 procent voor de komende 5 jaar dat ik een analyse ga maken, een waardering ga maken. Dit is ook een beetje wat analisten verwachten, die 25 procent. Dan gaan we kijken naar een netto winstmarge um, over 5 jaar dus. Ik ga uit van 12 tot 18 procent. Ze hebben al wat percentages laten zien afgelopen jaar. Die waren heel erg hoog. Ik denk niet dat we zo snel... richting die kant weer terug gaan dus in ieder geval ook iets om daar rekening mee te houden. Free cashflow zagen we dat die iets lager was. Dus ook hier iets lager ingeschat. Dan zien we wel dat het de afgelopen tijd geen aandelen zijn uitgegeven. Ik denk dat dat mede ja, eigenlijk komt door de lage koers op dit moment. Mocht de koers wel wat herstellen, zullen ze toch wel denk ik weer wat aandelen uit gaan geven om geld op te halen, om verder investeringen te doen. Dus ik ga uit van 5, 4 en 3 procent per jaar. Geen dividend zal ik dus niet groeien de komende tijd. En dan komen we uit bij PE-multiples over 5 jaar als het bedrijf heel wat gegroeid is. De groeiverwachting waarschijnlijk naar de hand iets afneemt. Een 18, 21 of 24 multiple ben ik van uitgegaan. Zeker bij welke groei ze hebben doorgemaakt en wat eventueel de potentie dan nog is. Gewenst rendement in alle gevallen 12%. En dan een groei van 3, 4 of 5% nog na die analyseperiode van 5 jaar. Klikken we dan op analyseer, scrollen we naar beneden, dan zien we dat we in het hoogste geval op de multiple basis net niet zitten waar we nu zijn. Van de week was dat 26 dollar, zaten we dat dus heel dicht in de buurt. Maar eigenlijk op alle andere gevallen zou het zomaar kunnen zijn dat de koers in principe nog moet halveren. om op basis van deze aannames in ieder geval interessant te zijn. En zo zien we dus dat volgens deze waardering in ieder geval het aandeel op dit moment nog niet interessant is bij deze koers. Maar dat is wel gebaseerd op mijn aannames. Op een bedrijf wat op dit moment nog niet winstgevend is. Dus je moet ja, eigenlijk in de toekomst kijken. Dat is gewoon heel erg lastig voor ooit voorspelbare bedrijven. Nou, dit bedrijf hebben behoorlijke fluctuaties gezien in omzet en in winstgevendheid. Dus het is ook gewoon heel lastig om eigenlijk vijf jaar vooruit te kijken. En wat denk ik wel heel, heel goed is, wat we hier wel van kunnen leren, is dat ondanks dat het aandeel. 80% van de koers is verloren dit jaar. Dus niet per se daarom wil zeggen dat het dan nu een interessante koers is. Het is echt afhankelijk van wat het bedrijf de komende tijd gaat doen. En zoals gezegd, dit waren mijn aannames, mijn verwachtingen. Laat ook vooral weten wat jij denkt over het bedrijf, over het aandeel en over de toekomst van dit bedrijf. En doe dat via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video... Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar bijna niet geabonneerd op het kanaal? Klik op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.